ben Maurit Schipper, ik ben adviseur ruimtelijke ontwikkeling en waterveiligheid bij Waterschap Scheldestromen. Je ziet hier ons logo, het is een beetje in elkaar gedrukt, maar wat je ziet is eigenlijk de Zeeuwse eilanden. De vorm van de Zeeuwse eilanden, de structuur van de Zeeuwse eilanden. En eigenlijk zou hier mijn collega moeten staan, die gaat over cultureel erfgoed. Maar die functie hebben wij niet binnen het waterschap. Zegt ook wel even iets over hoe ga je als waterschap om met je cultureel erfgoed. Die functie moeten we dus nog ontwikkelen. Nou, ik was net een van de laatste in de groep. Het deed me heel erg denken, het Woudagemaal, het stoomgemaal, aan mijn eigen stoomwalsje. Vroeger ooit gekregen toen ik 8 was. Nu speelt mijn zoontje daarmee. En hij doet het ook nog echt als stoommachine. Ja, nou zelf kom ik toevallig ook een beetje uit deze richting. De stad Kamp is al een paar keer genoemd. Ik ben daar opgegroeid in de IJsseldelta. En het gemaal Masterbroek is voor mij wel een bekend stoomgemaal in de buurt. Ruim een eeuw oud. Bracht de polder Masterbroek tot ontwikkeling. En ik ga nu weer terug naar Zeeland. U kent het wel, Zeeland. De Zeeuwse eilanden, de Zeeuwse stranden. Maar Zeeland heeft veel meer te bieden dan alleen strand. En ons waterschap, om een klein beetje beeld te krijgen van hoe ziet ons waterschap er nou uit. We hebben natuurlijk zuiveringsinstallaties. Bij elke eiland hebben we er wel een paar. We hebben zo'n 1000 kilometer waterkering, waarvan de helft zo'n beetje primair. We hebben ook ruim 4000 kilometer wegen. Dat is wel iets bijzonders. Daarmee zijn we het waterschap met de meeste kilometer weg. En we zeggen ook wel eens, we zijn de grootste wegbeheerder. Weliswaar van plattelandswegen, dat dan wel. Maar dat geeft me een beetje aan, naar orde van grootte, wat we allemaal beheren en hoe breed dat waterschap in Zeeland is. Daarnaast hebben we ook een flinke aantal kilometers waterloop, oppervlaktewatersysteem. Ik ben de tel kwijtgeraakt, dus de exacte getallen die kun je dan vinden op de website. Nou, waterschap, oudste democratie werd dat eens genoemd. We spreken soms wel over ingelanden. Hoofdingeland hoorde ik net ook al iemand noemen. Sommige DB-leden, dagelijks bestuursleden, noemen zichzelf ook wel gezworenen. Oude termen, ja, ik zie iemand lachen, maar dat is inderdaad wel hoe sommigen nog het zien. En wat je ook vaak merkt aan die waterschap is dat ze nog vrij agrarisch gericht zijn. En dat zie je in Zeeland ook heel duidelijk terug. De agrarische functie, dat is toch wel waar het vandaan komt. Waar we langzaamaan afscheid van nemen. En wat je ook ziet is dat die waterschappen vanuit het verleden langzaam het land misschien wel gemaakt hebben. Steeds een poldertje erbij. Nou, in Friesland hebben we daar de afgelopen 2 jaar ook een samenwerking gehad met Waterschap Friesland. Ik zal het Fries niet uitspreken, dat zijn jullie. Maar daar hebben we ook gekeken van, hey, we hebben misschien iets samen als Zeeuwse regio met die Friese regio. En er blijken wel linken te liggen. Nou, wij zijn eilanden. Friesland heeft ook een aantal eilanden. We maken het landschap. Maar is dat nou daadwerkelijk ook echt nieuw? Dat erfgoed, dat nemen we eigenlijk in de jaren, in de eeuwen, nemen we dat steeds mee. En we ontwikkelen het ook mee, zeg maar, naar deze tijd toe. Ik heb vanochtend al heel wat voorbij zien horen komen over de oude gemalen en het in stand houden. Nou, jullie hebben hier een heel mooi Woudagemaal. Nou, daar kunnen we echt jaloers op zijn in Zeeland. Hebben we dat niet in Zeeland? We hebben andere dingen. Kijk. Maar voordat ik daar naartoe ga, u zag net ook een plaatje van zo'n molentje staan. Nou, ik ben zelf ook molenaar naast dat ik bij het waterschap werk. En dit jaar bestaan we ook toevallig 50 jaar, het Gilde van Molenaars. En ik was toevallig in het voorjaar ook in Zeeland, of in Friesland, bij Dokkum. En daar was ik bij een grote molen. Die waren ze aan het restaureren. En de vijzel, die was er even uitgehaald. Die zijn ze aan het restaureren, opnieuw aan het maken eigenlijk. Dat vond ik eigenlijk wel grappig. Want naast die grote molen stond een heel klein huisje, nou zoiets als dit, van het Waterschap Friesland, waar ook een vijzel aan zat. En dat was nu de vijzel die het moest doen, terwijl het vroeger dus een hele grote molen moest zijn. Maar het geeft iets aan, hè? De molen werd ook, is ondergebracht bij een stichting. Denk ook buiten het waterschap in die zin gezet. Maar je hebt ook genoeg waterschappen die nog wel echt molens ook in beheer hebben om het waterbeheer te regelen. Maar het is een apart vakgebied en ik wilde ook in deze context wel even aandacht voor vragen. Wat ook een apart vak is, is
Dit, dijkinspectie. Hier zie je nog twee collega's van mij lopen. Die kijken dus hoe de grasmat erbij ligt, hoe de waterlijn ligt, of de stenen op zijn plek staan. Maar dat kan misschien naar de toekomst wel eens gaan veranderen. Dat we dat meer digitaal gaan doen. Hè. We kunnen nu met drones kunnen hele oppervlaktes af. Maar daarmee kan dit soort erfgoed, hè, immaterieel erfgoed misschien wel, kan ermee wel eens gaan verdwijnen. Nou, iets om over na te denken, ook in deze club denk ik, van wat wil je met zoiets? Veel dingen die digitaal gaan, daarmee verlies je ook een stukje kennis en ambacht. We noemen net al even regionale keringen, kom ergens ter sprake vanochtend. Nou, dit is dus in een van onze regionale keringen. Wat we dan tegenkomen zijn bunkers uit het verleden. Tweede Wereldoorlog. Ja, als we iets zouden moeten met zo'n dijk, we zouden moeten verbreden, verhogen. Wat doen we dan met zo'n bunker? We hebben er zoveel van in Zeeland en in Nederland denk ik nog veel meer. Hoe ga je daarmee om? Breek je ze af? Behoud je ze? Markeer je ze als zijnde hier stond iets? Allemaal overwegingen waar we eigenlijk voor staan ook in deze tijd. Zijn die Tweede Wereldoorlog bunkers? Ja. Zo oud? Dit was toevallig een Tweede Wereldoorlog bunker, ja. Ja, ja. Niet nog voor andere bunkers. Nee, ja, daar hebben we ook elementen van, maar... Nou, hier op dit plaatje zie je Middelburg, bij mooi weer, 2 weken geleden. Als het goed is zie je een wit huis met daar een blauwe ronding. Dat was vroeger een getijdenmolentje. Met de draaiende kracht van die getijden kon iets worden aangedreven, kon een machine worden aangedreven. Is dit de manier van erfgoed behouden? Dat is ook een vraagteken aan u allen. Of moeten we het echt herstellen naar zoals het vroeger was? Hier komt Boreel in beeld. Dit is ons gemaal van Walcheren. Vroeger was Zeeland, waren allemaal eilanden. Misschien bekend bij u. Nou, Walcheren was ook zo'n eiland. En ja, het overtollig water moest op een gegeven moment weg. En het hoofd van de technische dienst van het waterschap Walcheren destijds, die heeft dit gemaal ontworpen. En heel toevallig, of niet, is het vergelijkbaar met de leeftijd van het Wouda-gemaal. In 1921 is het opgeleverd. Het had toen 2 elektromotoren die een centrifugaalpomp aandreef. Of 2 centrifugaalpompen aandreef. Later is daar nog een diesel bijgekomen. Dit is de achterkant. Hier komt eigenlijk het water naar binnen. En het slaat dan aan de voorkant eruit in een kanaal. Kanaal door Walcheren. Nou, de slakhuizen die er net werden getoond, ja, we hebben ze ook alleen al net iets anders. Maar hiervan is wel de vraag, zo langzamerhand, wat doe je hiermee? He, ga je dit een lukje verf geven en is het dan mooi voor de oudheid? Of laat je het in functie? Tot nu toe hou het in functie. Is wel heel duur, maar goed, het kan. We hebben ook nog een oude dieselgenerator. Ja, die staat er nu een beetje werkloos bij. In tijden van echt nood zou je het nog kunnen doen. Maar ja, in deze tijd, he, ga je dat allemaal bewaren. Nou, en dan een heel leuk element. Dit is het oude logo van Waterschap Walcheren. Het hangt boven de deur, ingemetseld in een soort steen is het eigenlijk. Nou, dit zijn wel elementen waar je over na kan denken. Toevallig hebben we laatst een wandeling geopend met dit logo. Waterschap Walcheren, door Walcheren, een wandelroute kun je lopen. We beginnen vanaf station, dus mocht u nog een keer tijd hebben en u gaat naar Zeeland, een goede tip. Nou, andere dingen die wij doen, hè, ik geef voorbeelden uit de praktijk, is bijvoorbeeld de Bevoorsluis, Walsoorde, dat is Zeeuws-Vlaanderen. Daar hebben we bijvoorbeeld dit soort elementen, het zijn duikers, sluisjes. Je merkt op een gegeven moment dat dat er toch wel belangstelling voor was, en het klinkt heel denigrerend hoor, maar... Kijk, voor een waterschap en waterschappers in het algemeen is het gewoon de techniek die het hem doet. En dit soort zaken, hè, dat is ambachtelijk werk. Liefst zou het gewoon vervangen door een duiker zoals we het tegenwoordig kennen. Een moderne betonnen buis, dwars door de dijk heen en we zijn weer klaar. Maar in dit geval hadden we toch iets meer ervoor over. En we wilden graag het verhaal weten achter de duikersluis. We hebben er ook een inventarisatie naar gedaan. Dat is denk ik wel meer dan 5 jaar geleden, maar inmiddels... Wordt er wel aan gewerkt om te inventariseren van hè, wat zijn de bijzondere sluizen en duikers in ons gebied.
En welke daarvan gaan we ook restaureren, een verhaal meegeven? We kunnen het niet allemaal restaureren en behouden. Is misschien ook niet nodig. Maar we zoeken wel naar wat is dan die afweging om dingen wel te bewaren, te behouden, te herstellen. En welke afweging om het niet te doen. Daar zijn we nog niet helemaal over uit. Komt omdat we er eigenlijk geen beleidsmensen voor hebben die dat kunnen doen. Maar goed, dat is wel iets waar we voor staan. Nou, achter die sluis zit een klein prutslootje. Zo noemen we dat dan maar. Hè? Met een duikertje zou je het op hebben gelost. Maar goed. We wouden toch restaureren. Nou, daar komt er heel wat vandaan. Hè? Je moet van binnen allerlei scheuren oplossen. Stenen die eruit vallen. Uiteindelijk is dat gerestaureerd. En hebben we er zelfs een prijs mee gewonnen. Een paar jaar geleden al. En organiseren we dit najaar, 30 september, een cultuurhistorische dag bij ons waterschap. Over herstel van historische duikers en dammen. En leuk element. Dit is in Vlissingen. Herstel van de muur van Altena. Dat is eigenlijk een harde waterkering. Hij voldoet nog wel, maar is wel toe aan een stevige opknapbeurt. Leuk detail, daarachterin zie je nog de molen. Dat is de Oranje Molen. Toevallig zelf een keer opgedraaid. Hartstikke leuk. Buitendijks veel wind vangen. Die molen is ook nog een apart verhaal. In de jaren 90 hebben ze die molen opgevijzeld en meer zeewaarts gebracht om de dijk erachter om die goed aan te kunnen leggen. Hij is verhoogd, de molen, en is weer opnieuw op de dijk neergezet. Kunstwerkje op zich, denk ik. Op dit moment wordt de muur zelf gerestaureerd. Want de dijk die erachter ligt, die mede beschermt, die is nog op orde. Alleen de muur zelf is in verval. Daar zijn we nu druk mee bezig. Neem ik u terug mee naar het strand. Dit is ook iets bijzonders. Hè? Ik hoorde vanochtend de Kast, jullie muziekgroep hier uit Friesland. We hebben ook zo'n voorbeeld van Bluff, Zoutelanden. De huisjes, ik wou het eigenlijk laten horen, maar dat mag misschien niet qua auteursrechten en zo. Dus u moet hem zelf maar erop zoeken. Maar dit zijn... Ja, heel bekend, ja. Dit is ook wel iets karakteristieks. Vroeger waren geen huisjes. Toen kwamen dit soort huisjes. Huisjes waar je strandsblus stalt, maar nog niet slaapt. Tegenwoordig in Vlissingen zien we al huisjes die jaar rond worden gebruikt. Dus zover gaat het inmiddels. Maar wel heel bijzonder. Ja, dit is ook een stukje erfgoed eigenlijk. Dit is in de jaren 50 ontstaan. Zeg maar, loop van jaren uitontwikkeld tot slaaphuisjes. Maar wat doe je met dit soort huisjes? Vaak voor de verhuur. Inmiddels onbetaalbaar om te kopen, maar goed. En wat u nog meer ziet in de strand, in de kustlijn, is de paalhoofden. De boomstammen die de golfbreker zouden zijn. Waar je mooie foto's van kan maken. Maar is ook enorm kwetsbaar. Het is gewoon hout. Het staat in de Zoute Zee te staan. Ze vallen regelmatig om, rotten weg. Wat doen we daarmee als waterschap? Gaan we dat behouden, want het past echt wel bij het Zeeuwse strand? Of zeggen we van nee, dat is dan toch nu wel echt voorbij? Ook daar zijn we nog niet uit, maar is wel een opgave die voor ons ligt. Gaan we dit herstellen, dan zijn we echt miljoenen kwijt om een paar palen neer te zetten. Ja, is dat het waard? Hè? Dit is Zeeland zoals het een paar eeuwen terug was. Maar het kan weer een actueel kaartje worden. Vorige week praat ik in de context van de Zuidwestelijke Delta over de toekomst van Zeeland naar 2100 en verder. De harde dijken zoals we ze nu kennen, de harde lijnen die we kennen. Ja, hoe lang is dat nog houdbaar met een zeespiegelstijging richting de 5 meter? Het kan wel weer teruggaan naar dit soort plaatjes. Wat ik hier ook mee wil zeggen is, vroeger hadden we geen vaste verbindingen, geen bruggen. We deden alles met veerpontjes. Dit is zo'n veerhaventje, verlaten. Maar hiervan hebben we dus heel veel staan, of liggen, langs de Zeeuwse kusten. Met name langs de Scheldes, de Oost-Schelde, West-Schelde. Maar dit soort haventjes ook geven ons ook hoogbrekend. Want ja, wat doe je daarmee? Ga je die dijk er gewoon overheen leggen en het is weg? Of zeg je nee, we gaan het helemaal restaureren en de vorm behouden en laat het leven, de geschiedenis? Ja. Ook daar hangt weer een plaatje aan vast. En u moet weten, in Zeeland zijn de inwonersaantallen niet zo groot. Dus ja, kunnen we dat allemaal opbrengen. Ander voorbeeldje, wat bij die veerhavens hoorde, is wegenbruggen. Ze wogen daar de landbouwproducten. Ging volgens op het schip naar de andere kant toe. Dit is een wegenbrug die hebben we een paar jaar geleden gerestaureerd, zullen we zeggen.
Nou, niet helemaal hoor, want we hebben alleen de platen, de planken vervangen. Maar het suggereert wel alsof daar nog van vroegere tijden een weegbrug is. En dat geeft toch een bepaalde indruk aan toeristen, aan mensen die langs fietsen. Van, oh ja, verhip. Het verhaal daarachter is, nou ja, dan komt het hele verhaal naar voren. Dan nog een actueel project, een nieuw project. En daarmee sluit ik ook deze presentatie eigenlijk af. Dit is Waterdune. Nou, 2010 zo'n beetje gestart. Een kustversterkingsopgave gecombineerd met een gebiedsontwikkeling. Natuur, recreatie en dijkversterking in één gebied. Een krekenstelsel proberen terug te brengen. Hij loopt niet zoals hij vroeger liep. Maar het geeft wel een suggestie van, oh ja, zo ging het vroeger naar de zee toe. Met als hoogtepunt voor het waterschap dan en voor de waterwereld. De getijdenduiker waarin we gedempt getij het gebied inlaten. Zoutwater in Zeeland binnendijks laten. Dat is al een stap op zich. Maar goed, we zijn er inmiddels overheen. We doen het en we beheren de getijdenduiker. Maar ja, wat kom je allemaal tegen hè? Als je dan een dijk openbreekt en daar opeens gaat graven en daar een getijduiker ontwikkelt. Hier zie je de getijduiker ontwikkeld. Maar wat vinden wij? Bijvoorbeeld een kruikje. Nou, dit heeft heel lang bij een collega in zijn kastje gestaan. Is dit een manier van erfgoed bewaren? Maar dit is wel de manier hoe techneuten vaak dan met dit soort dingen omgaan. Van, ja, vip, lastig, hup. Of weggooien, of nou ja, het staat er even in een kastje. Uiteindelijk heeft de dijkgraven toch maar bij het erfgoedhuis gebracht in Middelburg. En de directeur van het erfgoedhuis die was er blij mee, want ja, het is toch een bijzonder erfgoed. Het verhaal daarachter weet ik nog steeds niet, maar dat is daar wel bekend. Nou, dit is de manier hoe wij tegenwoordig bouwen. Dit is de getijdenduiker, met daarvoor een mooie waterschapsauto natuurlijk, maar het gaat even om het gebouw aan zich. We hebben Woudagemaal, 100 jaar oud, nou, dit nu 5 jaar oud. Vogelhut in Waterdune. Nou, dat is eigenlijk mijn vraag. Maar dit soort dingen bouwen we tegenwoordig. En is dat ook over 50 jaar erfgoed? Ja, ik bedoel, we zien nu al dat gemaalhuizen van de jaren 60, 70, ja, dat wordt langzamerhand erfgoed. Ja. Hoe gaan we daarmee om? Nou, plannen genoeg. Maar nu nog de uitwerking daarvan. Dit was mijn presentatie. Dank u wel.